De ultieme afknapper van Jacques Vermeire. Dikke enkels. Hallo, wij zijn Jeff en Pieter Jan van het YouTube-kanaal Supercontent. En wij hebben geen vrienden. En daarom gaan we elke week op zoek naar een nieuwe vriend. En deze week worden we vrienden met... Vermeer. Ah. Jacques Vermeer. De grote Jacques Vermeer hier in mijn slaapkamer. Wat vind je van onze infrastructuur? Indrukwekkend. Ja? Het is een geweldige infrastructuur. Ja? Zeg, wat is dat hier allemaal voor een lawaai? Helemaal infrastructuur staat op hier, stop. Ik ben blij dat ik hier mag zijn op een oude dag. Hè. 70 jaar bijna en dat dit programma aan mogen melden. Binnenkort start het nieuwe programma Hitrood Jacques. Vertel eens, wat wordt dat precies? Onze papa wordt 70 jaar. En om dat te vieren, neem ik hem eigenlijk mee in 3 afleveringen. We rijden rond met een auto naar plaatsen die voor hem belangrijk zijn geweest. Het zijn niet de verhultjes, maar het zijn denk ik zo'n beetje de vermerkers. Oh. Hebben jullie al een titelsong zoals Zo zijn wij? Zo zijn wij. Nee. Nee. De vermerkers gaan nog die vorm nooit gebeuren. Alhoewel, alles is te koop in deze maatschappij. Oh. Zo zijn wij. Tot Kaya! Julie, wat zijn eigenlijk dingen die je nog graag zou willen doen? Voorlopig op de planning staat het programma met papa en ja. De redders binnenkort. De Redders is een reeks dat zich gaat afspelen aan het strand van Oostende. Ja. Het is echt een tof programma. De baseline, echt een tof programma. Ja. We hebben ook allemaal vragen gekregen van onze Instagram-volgers. Die willen van alles massaal weten van jullie. En we hebben daar de meest nutteloze vragen uit geselecteerd. Vind je het jammer dat er geen FC De Kampioenen meer komt? Het is niet waar, hè? Ik vind dat niet jammer, maar de aankondiging vond ik zeer jammer. Je mocht dat niet aankondigen dat je stopt. Ik heb direct op de sociale media een tegengas gegeven. Het is niet waar, hè? DDT forever. Want ik stop niet. DDT stopt nooit. Jacques Vermeer stopt nooit. En zeker DDT niet. DDT zal nooit opgeven. Ook Jacques Vermeer zal nooit opgeven. Hoe is de zin, zal het gaan, ja, ontstaan? Zal het gaan, ja! Zal het gaan, ja. Ja, ik weet het exact. Ik heb trouwens die brochures nog. Ze shotten me eruit uit in aflevering 1. En er stond zoiets van, hela, pas maar op een kerel, of ik zal dit en dat. En het is doorstreept en ik heb daar gevonden, Zotgaya! Zotgaya! En dat is krachtiger dan, hela, als jullie denken dat... Dat is niet krachtiger. Zotgaya! Zotgaya! Hé! Zeg Zotgaya! Dat is krachtiger. Zotgaya! En vanaf de brochure 6-7 staat er al Zotgaya. Zeg Zotgaya! Maar ik heb de originele brochure nog, zelfs voordat die ooit verkocht worden. Ja, of weggegeven worden bij de giveaway. Straks. Nee, nee. Vroeger heette een script en een scenario, dat heette vroeger brochure. Ja, we noemden dat brochure. Ja, maar ik ben nog van de avond uit. Is Lau eigenlijk echt leuk of gewoon een goede danser? Love is in the air. Mijn vriend, tuurlijk is hij leuk. Everywhere I look around. Superleuk. En waar hebben jullie elkaar ontmoet? Wel bij de Redders. Oh, zit hij ook in de Redders? Of is hij zit ook in de Redders. Hij zit ook in de Redders. Ja, hij zit ook in de Redders. Love is in the air. Oh. Ga je voor je eerste filmkus? Oh, mijn eerste filmpjes wel, misschien wel, ja. En komt hij vaak thuis? Ja, hè, papa? Jullie zijn goede vrienden, hè? Ja, dat is ook een vriend. Is Julie zo nooit vroeger met een lief thuis gekomen waarvan dat je zei, Zaltgania? Zaltgania! Nooit. Maar papa gaat ook nooit thuis Zaltgania zeggen. Ik ben echt fan van DDT en dan zeg ik soms zo, oh, papa zegt dat nog een keer Zaltgania, maar die gaat dat nooit doen, enkel als het moet. Zeg nog een keer Zaltgania. Zaltgania! Zeg eens mijn infrastructuur. Oh. Mijn infrastructuur. Praat eens achterstevoren. Mijn infrastructuur.
Want mijn infrastructuur is waarschijnlijk gekomen in een repetitie dat ik even stotterde. Ik heb dat er ook ingehouden. DDT praat af en toe. DDT, dat ben ik, ja. En dan heb je de neiging om, als je emotioneel speelt, om te stotteren. Dimitri de Tremmery. Begrijpt u? Allee, doortje nu dat je vertrekt in mijn infrastructuur. Mijn infrastructuur omzeep. En zo is dat ontstaan. Maar natuurlijk kan ik infrastructuur vlot zeggen. Julie, wat is voor jou een echte afknapper? Als je merkt dat er echt meer interesse is in papa's carrière of zo, om toch binnen te komen bij ons om papa te zien, dan is dat een afknapper. Jacques, wat is voor jou een echte afknapper? Goh, wat is een afknapper, hè? Het zou kunnen zijn dikke enkels of zo, zeg maar iets. Laten we het houden met die kijk. Dat is jouw ultieme afknapper. Dat je niet de overgang ziet van het been. Ja. Hè? Dikke enkels. Want voor de rest is voor mij alles. De ultieme afknapper van Jacques Vermeeren. Dikke enkels. Dat is toch iets dat de mensen nog niet wisten van jou. Ja. Doe een giveaway. Aha. Ik heb een DVD. Voor de zaalshow van 7 tot 77. En dat is voor jou. Ik kan hem misschien nog signeren voor de fans? Ja. Wat moeten de mensen eigenlijk commenten? Ja, ze moeten het leukste van mij kenbaar maken. Van sketchen, hè? Van sketchen. Ja, dat trekt zijn enkels. Ja. Laat ook even weten of je een DVD-speler hebt. Ja, want niet iedereen heeft dat niet meer. Hè. Ik heb het zelf niet meer. Laat Julie auditie doen voor Klaasje. Je bent blond, je kan zingen, je kan dansen. Is het niet de meest logische volgende carrière stap? Ik ben altijd grote fan geweest van K3 en dan kwam K3's op K3. En ik dacht, oh my god, ik moet me inschrijven, maar ik was te jong. En nu lijkt me dat ook echt iets voor mij, maar mijn leven heeft een andere wending genomen. Wie is de winnaar van de vorige giveaway? We gaan een keer kijken. Ja, oké. Wow! Wow! Goed gedaan. Had je het verwacht, Jacques? Nee, ik ken die persoon niet. Maak een TikTok met Jacques, Julie, Jeff en Pieter-Jan. Oeh. Ja, hallo, we staan hier dus met TikTok-specialiste Julie Vermeeren. Dankjewel. Ja, want we gaan eigenlijk een fenomenaal succesvolle TikTok van jou een soort van opnieuw doen. Ja. The girl them skiller, chick. Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to our girl. Maar dan met de mannen van Supercontent erbij, ongelooflijk. En niemand minder dan de grote Jacques Vermeeren. Ja, voilà. Hier, hij is hier. The girl them skiller, chick. Thunderball. Some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Sandra Paul say. Vond je deze video fijn? Ja, dat zal wel zijn. Ja, dat zal wel zijn. En gaan jullie op ons abonneren? Dat zal ik dan maar eens proberen. Dat zal ze maar eens proberen. Bedankt om te kijken naar deze vriendenwoord met Jacques en Julie. Vergeet zeker niet te kijken naar Hit Road Jacques. En als jullie de DVD willen winnen van Jacques, laat dan een comment na op Instagram of YouTube. We nemen alles binnen. En dan zien we jullie graag de volgende keer. En dan zeg ik zoals ik altijd zeg. Zot gaan, ja! La 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 la. Geef een like, abonneer, zet een notificatiebelletje aan en volg me op Instagram voor alle nieuwtjes.